Dit is een bespreking van Eneïs boek 1, regel 254 tot 266. In het voorafgaande hebben we gezien hoe Venus aan haar vader Jupiter vraagt wanneer het nu eindelijk is afgelopen is met al die ellende van Eneas. Er was toch toegezegd dat Eneas een grote toekomst zou hebben. Jupiter geeft nu een antwoord. Jupiter wordt hier genoemd de Sator, de zaaier van mensen en van goden. Olli, dat is hetzelfde als Illy, dat is Venus. Aan haar toelachend, supridens, de zaaier van mensen en goden. Haar toelachten voelt toe met het gezicht waarmee hij serenat, waarmee hij kalm maakt de hemel en de stormen. Jupiter is de god van onweer en bliksem natuurlijk. En hij kan ook de hemel kalm maken. Onderwerp dus Jupiter, die libavit, die raakte licht aan. Betekent libare, de oscula, de mondjes natai van zijn dochter. En vervolgens, de hink, fatur deponens fari, zegt hij talia. Dergelijke dingen zegt hij het volgende. Parkemetu, spaar je angst. Spaar je angst. Sparen heeft de dativus. Metu is hier dus hetzelfde als metui, de dativus. Spaar je vrees, Kiterea. Venus wordt hier aangesproken als beschermgodin van het eiland Kitera in Griekenland. Wees niet bang, zegt Jupiter tegen Venus. Onbewogen, emota, blijven de lotsbeschikkingen van de jouwen, van jouw mensen, van jouw beschermelingen, in dit geval Eneas met name natuurlijk. Die lotsbeschikkingen blijven immota, onveranderd voor jou. Jij zult zien een stad en de beloofde muren Lavini, degene die is van Lavinium, dat is de stad die Eneas in Italië zal stichten. Sublimemque en hoog in de hoog feres, nog een futurum, zul jij dragen naar de sterren, de sidera kaili van de hemel. En dan het leidend voorwerp, hoog zul je dragen naar de sterren van de hemel, Aenean, een Griekse accusativus. En Eneas wordt hier magnanimus genoemd, groothartig letterlijk. De moedige, de edele Eneas zul je hoog dragen naar de sterren van de hemel. En niet heeft een mening, sententia is hier het onderwerp, die heeft mij mee niet veranderd. En een mening heeft mij niet veranderd, ik ben niet van mening veranderd. En dan komt er nu een stukje waar de artificial intelligence het volledig laat afweten. Kijk naar de vertaling, ik probeer het uit te leggen. Hik, hij, dat is Eneas dus. Tibi, voor jou, betekent dat natuurlijk letterlijk. Dat woord geeft hier aan dat Venus natuurlijk emotioneel betrokken is bij wat Jupiter nu gaat zeggen. En dan komt er een tussenzinnetje. Dat enem staat op de tweede plaats van dat tussenzinnetje. Want Fabor, we hadden net Fatur, dit is van hetzelfde werkwoord hier, futurum. Want ik zal spreken. En bij dat spreken hoort dat longius. Ik zal verder spreken. Waarom? Quando, aangezien, haik, hoort bij cura, aangezien deze zorg jou kwelt, is vertaald. Remorderen betekent eigenlijk terugbijten, fraaie metafoor. Aangezien deze zorg jou terugbijt, zal ik longius verder sprekend. En, al wentelend, al uitrollend, movebo, zal ik bewegen, staat er letterlijk, de geheimen van het noodlot. En dan gaat de hoofdzin verder die net met Hic Tibi begon. Hij, Geret, zal voeren een bellum, een oorlog, een enorme oorlog. Italia, in Italia, populosque feroces contundet en volkeren, feroces, woeste volkeren, congrueert met elkaar. Die zal hij in elkaar beuken, betekent contunderen ongeveer letterlijk. En mores, fatsoensregels aan de mannen en muren zal hij plaatsen. Dus hij zal
een stad. Hij zal woeste volkeren verslaan en hij zal de mensen wetten geven. Dat staat hier. Tertia dum latio regnantem videret aestas. Dat tertia, dat congrueert met aestas, de derde zomer. Zolang als, totdat, doen met de indicatieves betekent zolang als, met de conjunctieve videret hier betekent het totdat, dus die Aeneas zal regeren, staat hier, totdat de derde zomer, de tertia aestas, hem heeft gezien, regerend in Latium. Dus die Aeneas, die zal in dat Lavinium, zal die maar 3 jaar regeren. En totdat transierend, totdat voorbij zijn gegaan, terna congrueert met hiberna, en totdat voorbij zijn gegaan 3 winters, rutulis sub actis, dat is een ablativus absolutus, met de Rutuliërs onderworpen zijnde. We zullen de Rutulische koning Turnus zullen we aan het einde van het jaar ontmoeten. Aeneas zal hem verslaan en daar slaat dit op. Met de Rutuliërs onderworpen zijnde, totdat dus 3 winters verlopen zijn na de onderwerping van de Rutuliërs. Aeneas zal 3 jaar regeren, voorspelt Jupiter in Italië.